Alright, zijn we weer. Retrocentrum. Vandaag met een prachtig mooi assortiment Bosch Haakse slijpers. Wat gaan we doen? Zoals je ziet, het zijn er best een hele hoop. Het zijn ze eigenlijk nog niet eens allemaal. Maar dit is het grootste gedeelte van het 18 volt 125 mm Bosch assortiment. Wat moet je nou op letten als je zo'n apparaat wil aanschaffen? Wat zijn precies de verschillen? We hebben allerlei apparaten met verschillende features. We hebben Biturbo, wat is dat? We hebben Bluetooth. Waarom moet je dat in godsnaam op je Haakse slijper hebben zitten? We hebben gewone schakelaars, pedalschakelaars, anti-vibratiecontrol, drop control. Ja, wat heb je er eigenlijk aan? En gaan we je laten zien in deze video over Bosch Haakse slijpers. Goed, als je besloten hebt om een Bosch Haakse slijper aan te schaffen, dan moet je eigenlijk eerst een keuze maken voor welke serie voor jou het meest geschikt is. Dat heeft te maken met de kracht van de machine. Eigenlijk kun je al deze Haakse slijpers onderverdelen in 3 series. De 7-serie, de 10-serie en de 15-serie. Dat is een soort van BMW-systeem. Nou, wat zijn dan de verschillen? Het is eigenlijk heel simpel. De 7-serie is vergelijkbaar met een 700 watt gestekkerde Haakse slijper. Dus dat is wat je normaliter een klein, compact, niet super krachtig, maar over de kleine klusjes haakse slijpertje noemt. Dan heb je de 10-serie, dat is vergelijkbaar met een 1000 watter. Geheel verrassend, de 15-serie met een 1500 watter. Dus dan heb je toch al wel, hè, 1500 watt gestekkerde haakse slijper is wel een krachtige machine. Daar kun je best een hele hoop leuke dingen mee doen en ook wat zwaardere klussen. Dus misschien wat meer geschikt voor mensen die echt serieus bezig zijn met metaalbewerking bijvoorbeeld. Dus ja, dat is eigenlijk even keuze 1. En binnen die 3 ranges heb je dan een aantal verschillende modellen waaruit je kunt kiezen. Met verschillende features, daar kom ik zo nog even op. Die 15-serie, dat is wat ze bij Bosch de Biturbo-serie noemen. Bosch Biturbo, wat is het? Het zijn eigenlijk de meest krachtige machines die Bosch maakt op accu. Ik zal even hier de rommel een klein beetje opzij schuiven, zodat jullie mij beter kunnen zien. Right, nou Bosch Biturbo dus, zoals ik net zei, het meest krachtige wat Bosch maakt. Daar is 1 maar bij. Zo'n machine kun je dus vergelijken met ongeveer een 1500 watt haakse slijper als je er een stekkertje aan zou hebben. Alleen moet je dan wel gebruik maken van deze jongen. Dat is een ProCore 5,5 ampère uur accu. Voor de mensen die Bosch niet kennen of accu's van Bosch niet bezitten. Er zijn 2 smaakjes Bosch accu's, of Bosch Professional accu's moet ik zeggen. Even voor de duidelijkheid, groene Bosch's is een heel ander verhaal. Dit is de oude accu, wordt ook nog steeds verkocht. Dit is de nieuwe ProCore serie. Wat is het verschil? In deze accu zit de nieuwste generatie celletjes. Dat is allemaal heel leuk, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je uit deze cellen veel meer power kunt halen dan deze. Uit deze cellen kun je, ligt een beetje aan de accu, tot 2000 watt power genereren, dus dat is echt wel heel serieus. He, dat is wat je normaliter in Haakse slijperland op een 230 mm Haakse slijper zou zien. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon met deze accu's gebruiken, dat is geen enkel probleem. He, dan doet hij het gewoon. No problemo. Alleen zul je dan nooit het maximale vermogen uit je machine halen. Dus hou daar rekening mee. Wil je echt de meest krachtige die er is? De Bosch Biturbo serie kun je heel makkelijk aan het Biturbo logotje herkennen. Zorg er dan wel bij dat je de juiste accu's ook koopt. Of als je een setje koopt, dan zitten er natuurlijk altijd de juiste accu's bij. Maar stel dat je losse accu's gaat kopen, zorg er dan. 5,5 ampère uur is eigenlijk het minimale. Maar het belangrijkste is ook dat het van de ProCore serie is. Even sowieso over de accu's. Haakse slijpers zijn echt stroomvreters. Voor de mensen die nog nooit met een accu-haakse slijper hebben gewerkt. Er zijn ook bijvoorbeeld apparaten zoals een kitspuit. Als je daar een 5 ampère uur accu in doet, dan kun je er 3 weken mee kitten, bij wijze van spreken. Dat is absoluut niet het geval bij een haakse slijper. Zorg dat je daar een grote capaciteit accu bij aanschaft. Leuk zo'n klein accu'tje, hartstikke lekker licht en compact. Ja, het is ook niet echt leuk als die na 5 minuten al leeg is. Wij zeggen zelf altijd, ja, vanaf 5 ampère uur dan begint het een beetje leuk te worden. Nou, zoals ik net zei, voor die Biturbo dus minimaal 5,5 ampère uur ProCore accu's. Er zijn ook 8 ampère uur accu's of zelfs 12 ampère uur accu's. Hou daar dus rekening mee als je een haakse slijper koopt, dat je niet een klein 2 of 1,5 ampère uur accu'tje erbij doet, want daar heb je helemaal niks aan. Goed, dus even samenvattend. Je bent op zoek naar een Bosch haakse slijper. 7-serie, klein en compact voor de kleinere klusjes. Stel je moet af en toe een klein dingetje doorslijpen, een kokertje of een draadeindje, helemaal prima. Wil je brute power, 15-serie, Biturbo, heb je echt een serieuze haakse slijper. Wil je een beetje in het midden uitkomen, dan pak je lekker de 10, heb je een beetje het beste van beide. Keuze 2 die je moet maken is de aansluiting.
Vroeger had je alleen maar gewoon haakse slijpers zoals deze, met schijfjes zoals deze, met een rond gaatje erin. Werkt hartstikke goed. Maar bij Bosch hebben ze een uitvinding gedaan, dat heet X-Lock. Hebben zij bedacht, hebben ze patent op ook. Wat is X-Lock? Ja, een soort van snelwisselsysteem kun je het noemen. En zoals je ziet hier bij dit schijfje zit er in plaats van een mooi rond gat, zit er hier zo'n uitgestanst vormpje. Dat correspondeert met een kliksysteem hier. Dat heeft een aantal voordelen. A, je kunt heel snel wisselen van accessoires. Hè, normaliter moet je natuurlijk bij een haakse slijper, moet je eventueel met zo'n sleutel, moet je hem losdraaien, moet je een moer eraf, weer een schijfje monteren, moer er weer op, vastdraaien, etcetera, etcetera. Bij dit is het gewoon klik-klak. Ik zal het even proberen om op vloeiende en professionele wijze te demonstreren. Ik weet niet of dit de beste manier is, maar klik en hij zit vast. Dat is meteen ook een ander voordeel. Je kunt hem niet verkeerd monteren, hij past er maar op één manier op. Dus je kunt hem ook niet verkeerd om erop monteren. Klik en hij zit vast. En dan zit hij ook echt gewoon heel stevig vast. Dus je loopt nooit het risico dat je hem net niet goed aangedraaid hebt. Ja, zoals bij deze. Ik ben een keer een beetje laks geweest, dan zit hij niet lekker vast. En vervolgens tijdens het slijpen dan draait hij los en gebeuren er misschien potentieel wel hele vervelende dingen. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Bij Bosch hopen ze dat dit een universeel systeem wordt. Dus er zijn ook al andere merken die zich hierbij aangesloten hebben. Dat andere blauwe, iets lichter blauwe merk, Makita heeft het ook tegenwoordig. Ja, je kunt bij Bosch dus kiezen voor per model. Ja, dus het maakt niet uit wat voor model je kiest. Je hebt altijd de keuze tussen wil je een model met X-Lock of een gewone aansluiting. Werkt op zich hartstikke goed. Dus één nadeel, koop je een machine met X-Lock, dan zul je ook altijd schijven met het X-Lock systeem moeten gebruiken. Want je kunt er geen normale schijven op kwijt, dat gaat niet. Bij een gewone machine, dus met een normale aansluiting, kun je wel X-Lock schijven plaatsen. Dus de andere kant op werkt het wel. Dus dat is op zich best handig. Dit kun je dus gewoon op een normale haakse slijper plaatsen. Dus hou daar rekening mee bij je keuze. Dat is eigenlijk het hele X-Lock verhaal in het kort. Je kiest een serie, je kiest een model. En vervolgens kun je kiezen of je daar een X-Lock aansluiting of een gewone op wil hebben. Al dit soort accessoires, wat je in een normale aansluiting kan kopen, kun je ook in een X-Lock variant krijgen. Dus maakt niet uit wat je erop wil doen. Van diamantschijven tot de komborstels tot de meeste segmentschijven. Het is allemaal met X-Lock verkrijgbaar. Volgende ding waar je tussen kunt kiezen is de schakelaar. Ik heb hier twee modellen uit de 10-serie. De gewone schakelaar, zoals iedereen die wel kent. Ook wel vastzetschakelaar genoemd. Je schakelt hem in, dan gaat hij lopen. Je schakelt hem uit en dan gaat hij uit. Hey. Nou ja, dat is wat de meeste mensen denk ik wel kennen. Wat ook een optie is, eventueel, is een wat ze noemen een veiligheidsschakelaar of peddelschakelaar wordt die ook wel genoemd. Dat is deze. Hier zit nog een extra soort van beveiligingetje die je in moet drukken. Ja. Hou je hem beet en als je hem loslaat, dan stopt hij ook met werken. Dat is ook de reden dat ze het een veiligheidsschakelaar noemen. Stel je staat op een laddertje, sta je lekker te slijpen en er gebeurt iets. Je valt van je laddertje af. Dan valt hij gezellig mee en in plaats van dat je dan als collega een draaiende haakse slijper op je kop krijgt, krijg je nog steeds een haakse slijper op je kop, maar dan draait hij in ieder geval niet. Dus in plaats van dat je en een deuk in je hoofd hebt en potentieel een aantal hele vervelende krassen, heb je in ieder geval alleen een deuk. Dus dat is een stukje extra veiligheid. Er zijn ook bepaalde werkomgevingen waar dat tegenwoordig verplicht is. Er zijn bepaalde werkgevers die vereisen dat je zo'n schakelaar gebruikt. Dus ja, is veiligheid een ding voor je, dan overweeg dan een peddelschakelaar. Als je naar de typenummers van deze machines kijkt, dan zie je dat er allerlei dingen hetzelfde zijn, maar ook dingen verschillen. Dat zit hem in dit soort details. Dus dit is bijvoorbeeld een GWS 18V10P. En de P staat dus voor peddelschakelaar. En dit is dus een gewone schakelaar, dus dit is dan de GWS 18V10. 10. Goed, volgende in het rijtje om te overwegen, Bluetooth. Zit hier in deze machine een mysterieus luikje waar je een eurotje in kan doen. Ik doe eens even openmaken. Oké, we hebben met verenigde pijn en moeite dit mysterieuze klepje losgekregen. Daar zit dit mooie dingetje in. Dit is een Bluetooth chip. Die zit er niet altijd standaard bij. Dus het ligt een beetje aan de set samenstelling die je koopt of die erbij zit. Je kunt hem ook loskopen. Dit is een Bluetooth chipje.
Die kun je in je machine plaatsen. Ja, dat werkt eigenlijk met een app op je telefoon. De Bosch Toolbox app. Zal ik ook even laten zien. Dat geldt voor een hele hoop Bosch apparaten, niet alleen haakse slijpers. Daar kun je dus zo'n chipje in plaatsen. Heb je je Bosch Toolbox app. Kun je sowieso je machine registreren. Dat is altijd handig hè, voor de garantie. Dus je maakt connectie met je machine. De app weet precies welke machine je hebt. Dus ook qua serienummers, et cetera. Je kunt meteen gewoon je registratie voltooien. Staat die geregistreerd bij Bosch, heb je verlengde garantie. Dat is altijd handig. En daarnaast kun je vaak ook een hele hoop verschillende dingen instellen. Het ligt een beetje aan de machine natuurlijk. Dus daar gaan we zo ook nog even naar kijken. Dat is de Bluetooth chip. Als je naar het type nummer van deze machine kijkt, dit is een GWX 18V10PSC. Dan staat de C in het type nummer en staat voor connectivity en dat is dus dat Bluetooth verhaal. Dus zit je bij ons op de website, zie je een enorm oerwoud van haakse slijpers. Staat er een C in het type nummertje, dan zit daar, of in ieder geval is er de mogelijkheid om zo'n Bluetooth chipje te monteren. Dus dat gaan we even doen. Pullen komen weer even terug. Alright, dus je gaat in de app weer elektrische, oh nee, dat is niet de goede. My Tools moeten we hebben. En dan zien we hier al de haakse slijper staan. Die kunnen we aanvinken. Je ziet ook meteen hoe vol die is bijvoorbeeld. Een gebruiksinterfaceje. Dus dat is eigenlijk dit displaytje op je machine. Dan kun je de helderheid van het licht, het nagloeien, et cetera, kun je instellen. Ledje kun je ook uitzetten. Even kijken. Je kunt hem zelfs, dat is op zich ook wel leuk, een bepaalde naam geven. Dus je kunt het ook als een soort van voorraadmanagement systeem gebruiken. Je kunt zelfs een ander fotootje erbij doen. Dus stel dat jij een metaalbedrijf hebt en je hebt 10 van dit soort apparaten. En die heb je uitgedeeld aan al je medewerkers. Dan kun je dus helemaal mooi in die app bijhouden dat dat de haakse slijper van Piet is en die andere van Kees. En als die dan altijd weer een machine kapot weet te krijgen, kun je ook, heb je ook door wie iedere keer de schuldig is. Dus dat is wel leuk. Bij de 15-serie heb je zelfs ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld, als je een variabel toerental hebt, om custom toerentallen in te stellen voor bepaalde bewerkingen bijvoorbeeld. Dus er zijn er best een hele hoop leuke opties met zo'n app mogelijk. Voor de rest, nou ja, je hebt dus een aantal andere dingen, de verlengde garantie. Dus zelfs een handige rekenmachine voor de liefhebber. Dus meters tot kilometer zie ik hier. Nou ja, goed. Best leuk om een keer in te grasduinen. Ja, mocht dat handig voor je zijn, dan zorg dat je de machine aanschaft met een C'tje in het type nummer. Dan kun je gebruik maken van de app en dus die Bluetooth module. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij van Bluetooth op je apparaat vindt. Er zijn best een aantal merken tegenwoordig die Bluetooth connectivity hebben met hun machines. Appjes, allerlei handige foefjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie mening, dus laat het even weten hier beneden in de comments. Misschien vind je het handig, misschien heb je het in gebruik, heb je er ervaring mee, dan wil ik wel graag jouw mening weten. En misschien heb je wel zoiets van, nou laat me lekker waaien, Bluetooth, dat mag op mijn tv en mijn telefoon. En wil ik vooral niet op mijn haakse slijper hebben zitten. Goed, we hebben ondertussen gekozen voor een bepaalde serie. We hebben X-Look of Rhone aansluiting. We hebben net even gekeken naar het hele Bluetooth verhaal. Er zijn dus machines met en machines zonder. Misschien niet voor jou, misschien ook niet. We hebben nog een aantal andere features die verschillend zijn. Sowieso al de Bosch haakse slijpers uit de professionele serie zijn allemaal brushless motoren, even voor de duidelijkheid. Dus er zijn geen modellen meer in het huidige assortiment waar nog coilboosters in zitten. Dus dat is voor allemaal gelijk. Ze hebben ook allemaal wat ze noemen bij Bosch restart protection. Dat betekent dat als jij zo'n machine inschakelt en er gebeurt op wat voor manier, hè, misschien vliegt je accu eruit, trek je hem per ongeluk los, wat voor manier dan ook onderbreekt hij de stroom. En jij denkt, oké, ik doe mijn accu'tje er weer in en ik ga weer lekker verder. Dan heb je niet in één keer een draaiende haakse slijper in je handen. Of misschien wel in je vingers. En dan moet je zelf even de schakelaar omzetten. En dan weet hij dat het weer veilig is om te gaan werken. Daarnaast zijn ze ook allemaal beveiligd tegen overbelasting. Stel dat ik enorm hard sta te drukken ergens met een lamellenschijf op een stuk metaal bijvoorbeeld. Normaliter bij wat oudere machines zou je het risico lopen dat je hem daarmee zou slopen. Al deze machines zijn beveiligd. Dus zodra hij door heeft van hey, er wordt echt te veel van mij gevraagd, dan schakelt hij gewoon de machine uit. Weet jij dat je even wat minder lomp moet doen en dan hoef je daarna niet naar de winkel om een nieuwe haakse slijper te kopen. Dus dat is fijn. Dat hebben ze allemaal.
Maar er zijn ook nog een aantal dingen die verschillend zijn. Eens even kijken welke zullen we pakken. Dit is wel een mooie om uit te leggen. En er zijn machines met een variabel toerental. Zoals je ziet hier op het schermpje kun je deze in 3 standen kun je regelen. Met de inschakel staat op zijn hoogste stand. Kan ik hem terugregelen. Draait hij wat langzamer. Nou ja, dat kan een aantal voordelen hebben. Sommige mensen zullen het misschien nooit gebruiken, maar bij bepaalde werkzaamheden is het wel fijn als je je toerental kan regelen. Dus ja, in dit geval kun je hem dan in 3 toeren terugregelen. Je kunt het natuurlijk ook nog met de schakelaar bedienen. In dit geval niet overigens. Nee, het is gewoon meteen aan en uit. Voor de mensen die het zich afvragen trouwens, dit groene lampje betekent dat alles oké is met de machine. En zo heb je eigenlijk altijd bij machines die een displaytje hebben van Bosch, heb je meteen als je hem inschakelt visueel een idee of er iets aan de hand is. Zodra je hem gaat overbelasten of er gebeurt iets mee, dan begint hij bijvoorbeeld rood te knipperen. Dan weet je van nee, er is iets niet in orde. Dan hebben we nog de antivibratietechnologie. Zoals je ziet bij deze haakse slijper zit daar een speciaal handvat op met wat soort van antivibratiedingen. Als je lang met een haakse slijper werkt, is het natuurlijk een apparaat wat een hele hoop trillingen genereert. Ja, dat is niet goed, dat is ook niet gezond voor je. Dus op die manier heb je minder last om daar, of minder kans om daar later last mee te krijgen. Dat is misschien een overweging waard. Variabel toerental heet bij Bosch Speed Selection, want dat klinkt een stuk cooler dan variabel toerental natuurlijk. Dat kun je ook herkennen in het type nummer. Ik heb hier een GWX 18V10 PSC. En die S die staat dan voor het speed control. Zie je een Bosch haakse slijper met een S in het type nummer, dan weet je dat daar een variabel toerental op zit. Volgende legendarische feature is de drop control. En dan hebben we het niet over de drop, als in... Als je zo'n machine laat vallen is het natuurlijk potentieel vervelend. Nou goed, we hadden net ook al even over die veiligheidsschakelaar. Deze machine heeft geen veiligheidsschakelaar, het is gewoon een aan-uitschakelaar. Maar natuurlijk is het ook fijn als je dan beschermd wordt. Stel dat hij een keer per ongeluk van de stijger naar beneden valt. Daar hebben ze iets op gevonden, dat heet drop control. Dus deze machine is super slim, misschien wel slimmer dan ik. En die weet dus als die gaat vallen dat hij moet ophouden met slijpen. Dat kunnen we ook even demonstreren. Prachtig mooie Fixami verzenddoos, voorzien van onze sneeuw die we bij de kerstsetup in de showroom gebruiken. We gaan hem even laten vallen. Oké, dus stel ik sta op mijn stijgertje, sta ik lekker te werken. Gaan we even laten vallen. Oeps! En hij stopt met slijpen. Nou ja, dan kun je dus hier ook op het displaytje zien, hij gaat rood knipperen. Er is iets aan de hand, het is niet goed. En moet je hem dus eventjes van zijn schakelaar afhalen. Dus op die manier hebben ze dat weten te tackelen met een elektronica foefje. Dus dat is hartstikke handig. Hebben ze dus niet allemaal. Mocht je dat handig vinden, dan... Ja, check dus even of de machine voorzien is van drop control. Volgende feature hebben ze dus ook niet allemaal. Kan misschien een overweging zijn, is wat ze bij Bosch intelligent braking system noemen. Ik heb geen idee wat het intelligent maakt, maar hij remt gewoon super hard. Dus schakel je hem uit, staat hij eigenlijk zo goed als meteen stil. Dus als ik hem inschakel, dan hoor je dat die machine wat naloopt. Dat is niet altijd handig. Als je het vergelijkt met deze, dan staat hij eigenlijk gewoon meteen stil. Ja, je kunt hem gewoon meteen wegleggen zonder dat er allerlei dingen nog aan het ronddraaien zijn. Dat is misschien een klein detail, maar ja, je hebt dus de keuze. Sommige machines hebben het wel, andere hebben het niet. Is het relevant voor jou of je werkzaamheden, dan check even of er dus zo'n, of die geremd is, zoals je dat zegt. Nog even het verschil. Dat is op zich best een aardig verschil. Laatste coole feature die niet iedere Bosch haakse slijper heeft en die jou misschien over de streep trekt om juist die te kiezen, is kickback control. Zoals iedereen die wel eens met een haakse slijper heeft gewerkt weet, ja, je loopt in sommige situaties, schijfje misschien een beetje klemmen. Daar wordt hij niet zo blij van, krijg je terugslag, potentieel gevaarlijke situatie. Dus dat wil je liever niet. Sommige haakse slijpers hebben dus die kickback control. Dat betekent dat als de haakse slijper detecteert eigenlijk dat er iets onverwachts heel snel gebeurt. En dan schakelt hij zichzelf uit om ervoor te zorgen dat jij niet een of andere tas krijgt van de haakse slijper. Dan kunnen we even demonstreren als ik hem inschakel en ik maak in één keer een beweging. Zul je zien dat hij uitschakelt.
ja, daarmee ben je eigenlijk beschermd tegen de terugslag. Dus kom je dat veel tegen in je werkzaamheden of ben je gewoon hartstikke lomp, dan is dat best een mooie feature om op je haakslijper te hebben zitten. Dan zijn we aan het einde gekomen van het rijtje opties en features van haaks en slijpers bij Bosch. Oké, nou dat was hem weer. Ik hoop dat ik jullie een beetje wegwijs heb kunnen maken in het duistere oerwoud van Bosch haaks en slijpers, 18 volt. Ja, het zijn er zoals gezegd best een hele hoop, maar hopelijk weet je nu in ieder geval waar je op moet letten als je een Bosch haaks en slijper wilt aanschaffen. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het even weten hier beneden in de comments. Hier in de description beneden vind je ook links naar al deze producten. Als complete Bosch haaks en slijper assortiment, dan zie ik je later. Slijp niet in je vingers.